Heb jij nou je opvolger aangetrokken uit de eigen gelederen? Moet ik het zo een beetje zien? Ja, zo kan je het zien. Ja. Michel Doesburg, waarom hij? Nou, wat ik al zei, wij werken ik denk inmiddels al zeker een jaar of zes heel nauw samen in de scouting. Michel de afgelopen zes jaar als hoofdjeugdscouting en ik als hoofdscout bij de senioren. Ja, en dat is dusdanig goed gegaan. En in al die jaren heb ik gemerkt dat Michel er gewoon heel veel kijk op heeft. Dus ja, dan was het niet zo moeilijk om voor een opvolger te kiezen. Ja, jij gaat een stapje omhoog. Paul Brandenburg van jeugdtrainer naar hoofdjeugdopleiding. Doesburg nu ook van scouting naar hoofdscouting. Zijn alle posities nu ingevuld omdat jij een stapje omhoog bent gegaan? Nou, nog niet helemaal, want uiteindelijk gaat Michel nu weg bij de jeugd en moet ook daar weer vervanging komen. Dus we zijn ook volop bezig om te kijken hoe we dat gaan invullen. Maar dat gaat het volgende stapje zijn. Maar voorlopig zijn de posities die we heel graag in wilden vullen, die zijn nu allemaal compleet. Dus daar ben ik heel erg tevreden mee.